Welkom terug bij dit vierde en laatste deel van het eerste hoorcollege van Maritieme Werktuigkunde 2. In deel 3 hebben we voor een leiding van 20 meter met een diameter van 0,2 meter uitgerekend wat het drukverlies was. We kwamen uit op 337,5 pascal. Deze berekening zouden we kunnen gebruiken om een Bernoulli-vergelijking compleet te maken. Zoals we in een van de eerdere delen van het college gezien hebben, bestaat die vergelijking uit een aantal onderdelen. Een snelheidscomponent, een hoogtecomponent en een drukcomponent die aan beide zijden van de vergelijking terugkomen. En daarbij een term die een pomp in de leiding representeert, een toename van druk. Energie wordt toegevoegd, een opname van druk, energie wordt opgenomen en uiteindelijk ook een verlies, post PL. En dit, dames en heren, is dan die delta P die we zojuist uitgerekend hebben. En dat is dan bijvoorbeeld die 337,5 pascal. Let er dus wel op dat als we die leiding, of als we dat leidingverlies opnemen in de Bernoulli-vergelijking, dat de Bernoulli-vergelijking wel in de juiste termen opgesteld moet worden. We hebben eerder gezien, je kon de Bernoulli-vergelijking omrekenen naar een drukvergelijking, zoals hier staat, maar we konden er ook een snelheids- of een hoogtevergelijking van maken. Dat zijn keuzes. Het is van belang natuurlijk dat welke vorm we ook kiezen, dat die eenheden altijd met elkaar in overeenstemming zijn. Dat drukverlies, waar we net naar gekeken hebben, dat kan ook nog een andere oorzaak hebben. Bijvoorbeeld doordat er een leiding is met een bocht erin, of dat er een klep in zit, of een ander appendage waardoor die stroming in die leiding verstoord raakt. Voor de meeste appendages die geplaatst worden in leidingen, zijn tabellen te vinden zoals die hier nu in beeld staan. Deze is van Crane Vos in Signal Hill, een bedrijf wat voor de kleppen die ze daar maken dit soort tabellen beschikbaar stelt. Bijvoorbeeld als we kijken naar een bolklep, dan zien we dat het drukverlies uitgedrukt kan worden in 340 keer een lengte gedeeld door diameter, een LE gedeeld door D. Ook dat is een waarde, een maat voor energieverlies, voor drukverlies. En we zien dat die getallen voor heel veel verschillende soorten kleppen en ook vaak bijvoorbeeld een schuifafsluiter helemaal open, gedeeltelijk of een klein beetje geopend. Er zijn allerlei verschillende waarden voor beschikbaar. En hoe rekenen we daar dan mee, dames en heren? Dat ziet er dan bijvoorbeeld zo uit. We hebben een turbulente stroming die gaat door een leiding heen, door een buis. En in die buis zit een bolklep die geheel open staat. Voor die bolklep geheel open zagen we in de tabel van zojuist dat die LE over D 340 is. En die 340 is redelijk dimensieloos. We hebben een diameter van 0,102 meter. En nu zult u zeggen, wat is dat voor een rare maat? Dat komt omdat dit een 4 inch pijp is. Het is natuurlijk niet zo dat we aan allebei de kanten van de oceaan verschillende pijpen gebruiken. Dus de pijpen die in omloop zijn, die zijn gestandaardiseerd. En die standaardmaten zijn best vaak inches. In dit geval is dat dus een pijp van 4 inch. En 4 inch is een diameter van 0,102 meter. Kunnen wij helaas niks aan veranderen. Er is een stroomsnelheid gegeven. Er is een lambda gegeven. En we hebben een dichtheid. En nu is de grote vraag, wat is nu het drukverlies na die afsluiter? Nou, dat is op zich best een som waarvan we kunnen zeggen, je weet heel erg weinig. En hoe moeten we dat nou aanpakken? Om te beginnen kunnen we die formule voor delta P pakken voor een turbulente stroming. Want er is gezegd dat deze stroming turbulent is. En hoe zag die formule eruit? Die formule was lambda vermenigvuldigd met L keer
euro gedeeld door 2 maal de diameter vermenigvuldigd met de snelheid in het kwadraat. Deze formule nu zullen we een klein beetje moeten omschrijven. Want wij weten een aantal van deze waardes niet, maar die weten wij alleen in verhouding tot elkaar. En dat is die L over D waarde. Dat is namelijk deze L over D. Als we die isoleren, dan blijft er aan de achterover dat er gelijk is aan lambda keer rho gedeeld door 2 keer V kwadraat. En nu, dames en heren, zien we dat die formule gewoon ingevuld kan worden. Want delta P is dan gelijk aan 340 voor die L over D keer de lambda, en die was hier gegeven als 0,017, keer die 870 kilogram per kubieke meter voor de dichtheid, gedeeld door 2, keer de snelheid in het kwadraat. Ik zet er even voor de notatie haakjes omheen, omdat het, en dan past dat precies. En als we dat intypen en uitrekenen, komt eruit dat wij een drukverlies hebben van 23,9 pascal. We zien dus, dames en heren, dat dat drukverlies bepaald wordt door die L over D factor. Hoe groter die factor is, hoe meer drukverlies we hebben. Kijken we even terug naar het tabelletje. Klopt dat? Nou, hier bijvoorbeeld bij de schuifafsluiter, als die open staat, is die L over D 8 heel klein. En als die maar voor een kwart open staat, is die 900. Dan is die meer dan 100 keer zo groot. Dus dat lijkt wel te kloppen. Hij wordt bepaald door lambda. Hoe groter de lambda is, hoe groter onze weerstand wordt. En door de snelheid in het kwadraat, notabene. Dat zien we natuurlijk vaak bij weerstandsberekeningen. Snelheid zit er kwadratisch in. In dit geval 23,9 pascal. Daarmee komen we dan aan het einde van deze serie voor het hoorcollege van werktuigkunde 2. Samenvattend, we hebben het gehad over druk. Hoe druk is opgebouwd, hoe meten we druk, absolute druk, relatieve druk. We hebben het gehad over de wet van Bernoulli. Heel belangrijk, die moeten we kunnen toepassen. We hebben het gehad over het getal van Reynolds, wat een maat is voor of zo'n stroming nu turbulent of dat die laminair is. En we hebben het gehad over het diagram van Moody. Hoe lees je dat af? Let erop dat het logaritmische schalen zijn. En daarmee kunnen we die waarde van lambda bepalen, die belangrijk is voor het berekenen van het drukverlies in zo'n leiding. En tot slot hebben we het gehad over drukverlies door appendages, door kleppen, door hoeken, door bochtstukken enzovoorts. Daarmee het einde van deze les. Bedankt voor het kijken en graag tot volgende keer.